We zijn op de roast van Femke Louise, maar de grootste grap is eigenlijk al gemaakt. Dat ik er ben, bedoel je, of dat Femke er is? Nou, dat Patricia Pai niet komt, die heeft gezegd ik doe niet meer mee. Dat klopt. Oh help, dat meen je niet. Dan heb ik ook weer nieuws. Ik ga zo even delen op de gangen. Dat zou ik zeker doen. Wauw. Maar dat is wel jammer toch, dat ze er niet bij is? Ja, ik vind het wel jammer natuurlijk, de diva der diva's, waar genoeg over te zeggen valt. Ja, kut. Maar ja, Joke Bruijs is bijna hetzelfde tussen. Ik weet niet of het heel veel uitmaakt. Ik heb dus gelezen dat ze niet meer meedoet, omdat ze de humor niet leuk vindt. Ja, misschien moeten ze dan vooraf gaan kijken aan wat voor programma's ze... Dat zegt ook wat over het management van Patricia Pai. In hoeverre ze tegen alles ja zegt. Ik vind het een klein beetje, gewoon een beetje onprofessioneel. Zo heel kort van tevoren zeggen, ik kom niet meer. En van, ja, jammer. Je hebt al je grappen moeten herschrijven. Ja, maar kijk, aan het einde van de dag zijn gewoon professionals. Ja, dat doen we gewoon, dat is geen probleem. Dag van tevoren, prima. Maar heb je nou al je grappen moeten herschrijven? De meeste wel, maar een paar konden zo naar Joke Bruijs. Ik had er ook een hele leuke grap voor bedacht dat ze niet kwam, maar die mocht ik niet zeggen van ze. Maar ik denk dat ze de gouden bui al een beetje voelde hangen.